bestaanszekerheid is gewoon een opdracht in de grondwet. De Nederlandse regering heeft voor bestaanszekerheid te zorgen. Mm-hmm. En dan zie je dat dat gewoon steeds minder lukt. Dus steeds minder mensen kunnen hun energierekening, hun eten, hun huur betalen. En dat is niet het gevolg van een soort natuurramp, dat is het gevolg van verkeerd beleid. Wij hebben in Nederland alle noodzakelijke levensbehoeften heel duur gemaakt. Mm-hmm. Dus ik geef de voorbeelden dat ja, de energierekening die bestaat voor meer dan de helft uit belastingen. De btw op eten is in Nederland 9% en in België en Duitsland is die 6-7%. We zijn het enige land ter wereld dat een speciale belasting van ongeveer €700 per jaar voor huurwoningen had de afgelopen 10 jaar. Dus alle dingen die mensen hard nodig hebben, daar heffen we dan belasting op. Mm-hmm. En daardoor is de bestaanszekerheid enorm in het gevaar gekomen in Nederland. En ja, dan zeggen we wel dat we er wat aan doen, maar eigenlijk gebeurt er niks. Ik zag een berichtje van u voorbij komen op Twitter, waarin u zei van ja, er waren eigenlijk twee grote doelen voor het kabinet. Stikstof reduceren voor de helft en de kinderarmoede terugbrengen. Ja. Eentje stond in de wet, die andere niet. Ja. Was dat typisch voor de manier waarop het is gelopen de laatste jaren, de laatste decennia? Ja, er zijn twee doelen in het regeerakkoord. Die stikstofdoelen. En een ander doel is de armoede onder kinderen halveren. Nou, van die stikstofdoelen die gaan we net wel of net niet halen. Omdat die stikstofdoelen in de wet gezet zijn. En elke keer als de regering de wet niet haalt, dan legt de rechter de bouw weer plat of wat dan ook. En dan gaat de regering soms tientallen miljarden uitgeven om het te halen. Wanneer de doelen over armoede niet gehaald worden, gebeurt er helemaal niks. En er worden ook geen rechtszaken gevoerd, want ja, het staat niet in de wet. Het staat wel in de grondwet, maar je kunt voor de grondwet niet naar de rechter toe gaan. Dus ja, de manier waarop je het bereikt, leidt er wel degelijk toe dat je bepaalde dingen voorrang geeft. Op dit moment zijn de klimaatdoelen en stikstofdoelen heel hard. En daar worden allerlei modellen op losgelaten die ook al niet werken. En de modellen rondom bestaanszekerheid en armoede veel minder hard. Ja, het gevolg daarvan is dus een onbetaalbare energierekening. En we zijn het enige land in heel Europa dat zulke hoge belasting op energie heeft. Hè? Dus ook die andere landen willen die doelen halen en die doen het op een totaal andere manier dan wij. Ja, en die belastingen inderdaad, die zijn dit jaar weer teruggekomen dat ze inderdaad even gereduceerd waren afgelopen periode. Ja, ze zijn verhoogd. De belastingen op accijnzen zijn nog een stuk lager op dit moment, maar die gaan binnenkort weer naar het oude niveau terug. Dus benzine en diesel. Maar de belastingen op gas die zijn nog nooit zo hoog geweest. Die waren vorig jaar 36 cent per kub en zijn dit jaar 49 cent per kub. Die zijn dus gewoon midden in de energiecrisis, terwijl de energieprijzen heel hoog waren, zijn ze enorm verhoogd. Terwijl alle andere landen de belastingen verlaagden. Dat doet het heel goed in de modellen. Want ja, nou ja, als je minder gas wilt gebruiken, als je het maar duur genoeg maakt, dan doen mensen de kachel wel uit. Maar wat we kwijtraken zijn mensen die hun woning niet kunnen verwarmen, bepaalde fabrieken die naar het buitenland verhuizen. En ja, dat is geen manier van beleid. En de subsidies die we geven, die ik ook zie, die hebben we gegeven aan vooral 80% van de subsidies is terechtgekomen bij de 50% rijkste huishoudens. Mm-hmm. Terwijl normaal beleid zou zijn dat je de mensen die niet kunnen betalen helpt met isoleren. Dat zijn de wat armere huishoudens. Terwijl die prijsprikkels, het duur maken, die zou je gebruiken bij mensen die veel geld hebben. Nou, dan kun je er zelf voor kiezen of je het doet of niet. We hebben het helemaal omgedraaid in Nederland. En dat, ja, dat betekent dat mensen aan de onderkant met een laag inkomen heel moeilijk nog rond kunnen komen. Mm-hmm. En aan de bovenkant krijg je subsidies om in je Tesla te gaan rijden. Of de privéjet, daar zit geen enkele belasting op. Of de cruisepassagier, die hoeft geen energiebelasting te betalen. Terwijl de bijstandsrechten dat wel moeten in Nederland. Ja, dat heeft met eerlijkheid niks meer te maken. En als politiek ga je ook over normering van hoeveel belasting vind je waar rechtvaardig. Ja. Hoe lees je dan de uitslag voor de BBB afgelopen week? Ja, het was te verwachten dat dit kabinet dat totaal niet luistert naar de bevolking ook niet had moeten doorgaan bij de vorige verkiezing. Natuurlijk een behoorlijke afstraffing krijgt. En ik denk dat BBB gezien werd als de partij die het beste andere verhaal had en weer dichter bij mensen stond dan deze regeringspartij. Mm-hmm. We hebben afgesproken dat ik niks ga vragen over de toekomst, dus daar ga ik ook wegblijven. Maar ik ga wel even vragen naar Mirjam Sterk, die meldde gisteren bij Nieuwsuur. Wij willen Pieter Omtzigt terug. Is dat definitief passé of is er toch nog een opening? Nee, ik heb gezegd dat dat het boek dicht is. En ik heb Nieuwsuur gisteravond niet gezien. Het nadeel van Enschede en Heerlemoed is dat je gewoon om 8 uur de trein moet zitten. Ja. En ik was gisteravond gewoon lekker met mijn gezin. Heb ik niet zoveel zin in nieuws. Ja, hoezo. Nee, dat was geloof ik ook oké.